Aan de Bierkaai in Hulst is bij graafwerkzaamheden het oudste schip van Zeeland gevonden. Het 13e eeuwse vaartuig diende als fundering. Dit scheepsdeel wat we hier hebben getroffen, het is nog niet volledig blootgelegd. Dus we weten nog niet hoe groot het scheepsonderdeel is. Maar dat is gebruikt als fundering voor een 13e eeuws huis. Al het aardewerk en alle poeren die zijn aangetroffen, dat die uit de 13e eeuw. Dus we weten zeker dat de einddatering is. Wethouder Van Damme kwam direct een kijkje nemen. De archeologen die krijgen nu een week de tijd, een goede week de tijd om alles in kaart te brengen en om hem eruit te halen. Want wij willen natuurlijk verder met ons project.